We hebben hem nu al een paar weken niet meer gezien in vandaagens site, vaste gast Pieter Kobelens, de gerespecteerde oud-directeur van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst. De oorlog tussen Israël en Hamas woedt nu al ruim een maand en al sinds het begin heeft Pieter hierover een meningsverschil met Johan Derksen. Johan heeft zich permanent gedisqualificeerd in de Joodse gemeenschap door vlak na de bloederige aanval van Hamas op Israël te roepen dat de Joden er wel een beetje om gevraagd hebben. Een bijzonder dubieuze uitspraak, waar Johan een dag later al op terugkwam. Toen kreeg hij live in de uitzending van VI een standje van Pieter. Onbetamelijk. Als VI vervolgens een uitzending heeft zonder Pieter op de barkruk, laat Johan zich heel erg vals uit over hun vaste gast. Hij zou iemand zijn die zit te raaskallen, wat natuurlijk heel respectloos is tegen een deskundige die onderdeel uitmaakt van je eigen programma. Het is bevestigd dat dit achter de schermen tot een conflict heeft geleid. Pieter is na die belediging van Johan nog wel in het programma geweest, maar nu is hij al weken vermist. Wat is er met Pieter aan de hand? Schrijver Leon de Winter denkt dat Johan de woorden van Pieter simpelweg niet wil horen. Leon stelt vandaag in de Telegraaf dat Pieter niet meer welkom is in vandaag een site. Een aantal weken geleden werd Derksens onbenul doorgeprikt door vaste gastgeneraal-majoor BD Pieter Kobelens. Sindsdien is Kobelens afwezig, kennelijk doordat Derksen zich vernederd voelde en hem niet meer wil zien. Jammer vindt Leon, omdat de mannen van VI volgens hem tegenwicht nodig hebben. Hij heeft VI jarenlang met een glimlach bekeken. Maar dit kan niet meer sinds Derkse, en vervolgens Gijp een standpunt heeft ingenomen over de smerige oorlog die Hamas is begonnen. Derkse laat zich leiden door foto's, video's en berichten uit Gaza. Berichten die niet geverifieerd zijn omdat ze afkomstig zijn van Hamas, zegt Leon. Avond na avond uit de Derkse, en nu ook Gijp, zich tegenover een groot publiek als assistenten van Hamas. Het is niet meer te doen. Leon is definitief klaar met Johan. Hij weet niets van de lange, tragische geschiedenis van het conflict, heeft er nooit een boek over gelezen en beseft niet dat hij gemanipuleerd wordt. Misschien interesseert hem dat ook niet. Hij is gaan klinken als een jodenhater en hij doet net of hem dat niks uitmaakt. Maar mij maakt het wel wat uit. Johan beïnvloedt een massa publiek, benadrukt hij. Er kijken honderdduizenden mensen naar VI die net als Derksen ook niks weten, maar door hem toch een mening krijgen aangesmeerd. Dit gaat niet over voetbal of over cw-muziek.